Voor de vijfde keer is laserzeilster Marit Bouwmeester in Rio de Janeiro om te trainen voor de Olympische Spelen, die hier in 2016 worden georganiseerd. De baai goed leren kennen is het belangrijkste doel. Elke keer als we hier komen en in de baai zijn, dan voelen we echt een stuk vertrouwder, zien we meer dingen. Je maakt meer situaties mee, meer windrichtingen op verschillende banen. We varen op 5 verschillende banen. Dus er zijn zoveel variabelen. Dus ja, je leert wel echt elke keer als je hier weer terugkomt. Ja. Ja, er zijn zoveel scenario's. Bij zeilen is het echt, je kan zien, heel Rio is gewoon, we zitten midden in de wereldstad. Dus al die wind, al die gebouwen hebben invloeden. En ja, je probeert zoveel mogelijk situaties te herkennen. En dus dat zijn we nu een beetje aan het doen. Veel voorbereiden, scenario's herkennen wat er gebeurt. En dat gaat eigenlijk steeds beter. De komende week bereidt Bouwmeester zich ook voor op het Olympisch Test-event dat in augustus wordt gehouden. Samen met het WK in Santander is dit event een belangrijk onderdeel voor de kwalificatie voor de Olympische Spelen. Voor de onderlinge kwalificatie bij het zeilen mag er 1 per land, 1 persoon per land meedoen. Dus we hebben dit evenement samen met het WK aangewezen. Wel hoge eisen gesteld. En als je dan die wint, heb je de onderlinge kwalificatie gewonnen. Dus je bent nog niet officieel geselecteerd. Maar je hebt wel als er iemand gaat voor Nederland, dan ben jij die persoon die gaat, zeg maar. Even 2 keer deze en dan wou ik nog even wat startjes doen. Wat bootstart, wat pinstart en midden. Marit heeft een pittig jaar achter de rug waarin ze geen vaste coach had. Ja, afgelopen jaar was wel een beetje rocky, want toen vorig jaar hadden we hier een interview en toen was ik nog druk op zoek naar een coach. Maar ja, inmiddels heb ik eigenlijk een heel steady campagne met coach Jaap Zielhuis. En met mijn broer Roelof Bouwmeester als trainingpartner. En ook een beetje als adviseur. Dus dat werkt eigenlijk goed zo met z'n drieën. En zijn we heel steady en varen we eigenlijk een heel goed seizoen nu. Oké, nieuwe start. Het is een eer om met Marit te kunnen werken. Zo iemand die zo gedreven is en zo graag wil winnen. En zo daar hard voor wil werken. Dat is wel heel mooi om mee te maken. Het test-event begint op 2 augustus in de baai in Rio de Janeiro. Op dezelfde plek waar over 2 jaar de Olympische Spelen worden gehouden.